Hallo kijkers van Gaming Universe AD, mijn naam is Tim en welkom bij een nieuwe serie van mij. Dit is Rust en we zijn gespand op de Lekker Spelen server. Je peek op de beschrijving. We moeten even dingen gaan vinden voor onze base. Hey, kijk eens wat we daar hebben. Het kotje dat ik ooit had gemaakt en toen werd ik gedood en toen werd ik hier gespand en nu werd ik overlaatst weer gedood. En nu herinner ik me ineens dat ik daar zo'n shelter had gemaakt. Nou, jullie mogen mijn code weten, want ik weet toch dat niemand mij gaat opzoeken. Maar zoek me maar op en jat mijn spullen. Mijn code is 1916 van die shelter. Omdat het gewoon een leuk getal is. Dus ja, zoek het maar op. En even lekker wat wood hakken, want dan gaan we hier gewoon verder wonen. Dan zitten we lekker af van de buitenwereld. Oké, okay, we komen wel best wel moeilijk aan dieren, volgens mij. Gisteravond werd deze server trouwens getierdoos, dus dat was heel vervelend. Maar nu zijn we er gewoon weer. En nu gaan we even wat metal, wat metaal en wat steen hakken. Zodat we weer een nieuwe hatchet kunnen maken, omdat we de vorige keer dus gekild waren. Maar ja, toen was ik nog voor het eerst rust aan het spelen, omdat ik dat nooit had gespeeld. En ik wou niet gelijk opnemen, omdat ik dan echt alles faalde. Nu val ik nog steeds heel hard, maar minder. Kijk, dit was als een prachtige shelter. Kijk, zie je, ik kan de deur open. Mijn sleeping bag is weg. Dun, 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 dun. Nee, grapje, het is niet zo heel erg. Ik ga wel even moeten huilen straks, maar voor de rest is het allemaal cute. Hak ik deze? We hakken hem. Kijk, nu hebben we weer stone. Even kijken of we... Ja, kijk. We craft dit even. Zo, en de hatchet is nu gecraft. Die doen we hier. Oh, niet een torch. Okay, hakken. Kijk, dit gaat toch veel sneller, jongen. Deze. En dan moeten we zo meteen maar eens even op zoek naar dieren. Voor klof en dan kunnen we even wat eten halen. Wat eten kan ook nog wel eens een probleem worden. Nou, niet echt, alleen het ligt eraan gewoon bij veel dieren smalt. Lekker wat te woed hakken. Er zijn wel veel woed in deze dingen, jongen. Kan je wel een ziek groot huis mee maken. We hebben nu 160. We hebben nog amper iets hard. Nou mensen, ik moest even hoesten, maar dat heb ik eruit geknipt. Even kijken wat er hier jullie misschien geslacht worden. Dat lijkt me namelijk wel. Ik doe even mensen op. Lijkt me namelijk best wel chill. Als jullie even dood willen. Heb ik even één klap aan deze boom. Ik ben even op mijn hoede voor de wolfies. Oh ja, als ik facecam moet doen bij de volgende aflevering, laat dat even achter in de comments. Want, oh yes, daar is zo stapels. We komen nu toch wel iets meer in de bewoonde wereld. Denk ik. Ik stel eigenlijk maar gewoon bullshit te lullen, want ik weet helemaal niet waar de mensen wonen. Want ik ken de map nog niet eens. Maar ik heb het gevoel dat we in het zuiden zijn. Ja, ik heb het gevoel dat we in het zuiden zijn. Oh, yes, yes, daar is een wolf. Maar ja, nu is de vraag, kunnen we hem aan? Dun, dun, dun. Oké, dit is echt heel spannend. Ik heb al eens een wolf geslagen. Nee, ga dood. Yes, hij is dood. Oh, kut, nog een wolf. Oh nee, ik ben aan het bleeden. Oké, okay, even een medkitje. Klop, kom in. Zo. Nu hebben we eten. Oh ja, die beesten droppen trouwens kip. Ik weet ook niet waarom. Alleen beter maken we hier dan even een campfire, want ik heb geen zin om helemaal terug te lopen. Zo, we hebben de campfire nu. Plaatsen we hem
hier zo. Dan steken we hem even. Ach, godverdomme. E en dan ignite. Dan E en open. En dan dit. Zo. En dan ga ik er misschien ook even beter een, hier een shelter. Dus we zetten onze shelter hier heel dichtbij. Hij is bijna klaar. Dit wordt ons nieuwe huis. Volgens mij valt het best wel op. Kijk, maar hier krijgen we comfort. En dan gaat de helft er ook weer bij. Dat heb ik wel geleerd. En dan krijgt het gastje het volgens mij ook minder koud. Zo, sheltertjes af. 5. Zet onze shelter gewoon er fucking dicht ernaast. Maak er nog even een door. Oh, hier. Even kijken of er al iets klaar is van het eten. Duurt best wel lang, maar we hebben al iets. Even eten. Je krijgt er vast veel etenpunten erbij. Dus dat is wel mooi. Oké, is onze deur klaar? Oh, wacht. Dat kan ik niet zien. Oh, over 7. Nou, ik heb de deur. Oh shit, nee. Oh. Nou, nu weet ik ook gelijk hoe ik iets moet droppen in deze game. Nou, dan gaan we naar binnen. En dan gaan we even ons vuurtje openen. Even het eten eruit pakken. En uitdoen. Gaan we even naar binnen. Dan change lock. Alleen jullie mogen de code weten. 9, 10, 16. Oké. Okay. Nou, zie ik jullie als het weer dag is. Of een beetje iets later. Oké, okay, jongens, ik heb hier geen geduld voor. Ik ga fucking gelijk nu beginnen met rondlopen. Even kijken of ik snel iets zie en daarna ga ik weer terug. Wel een mooie shelter, niet? Hallo? Nee, er is niks. Nou, dan gaan we weer lekker terug in ons huisje. Het is echt bijzonder klein. Maar ik ga even offscreen even kijken of ik wat dingen kan craften. Waar ik bijvoorbeeld dingen uit mijn kampvuur voor nodig heb. Dus ik jullie zie. Nou mensen, ik craft ook even gelijk een sleeping bag. Oké, okay, de sleeping bag die plaatsen we hier. Dus als we doodgaan, dan spawnen we hier. Dat is mooi. Low grade fuel. Waar hebben we dat voor nodig? Voor een furnace? Daar hebben we 10 voor nodig. Maar daar heb ik niet genoeg spul voor. Nou mensen, dan vind ik het wel genoeg voor vandaag. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende aflevering van Rust Legacy. Bye, motherfucker!